Ik heb nooit zo vaak in mijn leven gehuild als de laatste 2 jaren. En dan hoe dat gebeurd is, ik ben gaan beseffen wie de mens is. Hey, we zitten met Gilly's Loveline in Suriname en de manier waarop Sanama's losgaan op de topics die we hier bespreken, ik zeg je eerlijk, milobeng. Maar ik wil je vragen om het respectvol te houden, het is veel sterker en daarmee draag je bij aan wat wij hier proberen te doen in de show en dat is de liefde beter proberen te doorgronden door middel van persoonlijke gesprekken en ervaringen. En het zou niet compleet zijn als ik niet de King of Love Song zou uitnodigen. Dama, je moet één ding weten. Vandaag ga ik jou je flowers geven en respect. Want ik ging door je pokoes heen en er kwamen zoveel herinneringen tevoorschijn. En toen dacht ik van, hey, deze kill is gewoon een OG in the game. En still going strong. Krijg je die lobby en respect van de nieuwere artiesten? Redelijk. Huh? Redelijk. Ja, maar ja, misschien mensen kijken van, oh, is Dama. Is ja, Dama. Ja, 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 ja. Maar daarom ga ik het vandaag neerzetten. Ze moeten beseffen, ja, is Dama. Want je bent zo lang bezig. Ja. Met hits, deuren geopend voor anderen. Naar zo'n mission of ga je bescheiden doen? Ja, kijk, door alles heb ik ook geleerd om niet veel van de mensen te verwachten, maar te doen waarvoor je eigenlijk in het begin zou willen starten, mee zou willen starten. Mm-hmm. En dat is gewoon muziek maken. Ja. De rest wat daarna is gekomen, zeg ik gewoon, doe je ding. Doe je ding. Is mooi meegenomen? Mooi meegenomen, maar voor mezelf, mijn passie, ja. Dat napoku en dat zal ik blijven doen of blijven maken. Maar laten we dan gaan naar het begin, want wat ik tof vind, in die tijd toen jij startte, ja. Dat je een hele hoop Batman pokoes met een gangster image, of het nou rap is of danshaal. Maar jij koos ervoor op jonge leeftijd om love songs te maken. Ja. Hoe dan? Ik moet je wel corrigeren hoor. Wat? Dat kan niet. Ik ben als rapper begonnen. Uh-huh. Mijn eerste CD heette Een Nieuwe Jaar, Een Nieuwe DJ. Ja. Ik was toen 16. Uh-huh. Maar ja, die CD. Ik heb hem ook niet meer. Dus vanuit hier wil ik ook vragen de mensen Abba CD of Abita Plastic. Ja. Leg me. Ja. Dat ik heb geen van die pokus meer. Is dat toch? En daarna ben ik me gaan. Ik was toen de tijd ook al bezig met poppen. Mm-hmm. Want ik ben met poppen begonnen. Ja, 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 dat weet ik. Dan poppen qua Holland. Mm-hmm. Ik ben solo doorgegaan. Rap CD uitgebracht. Daarna ben ik me gaan aansluiten. In een Kawina-formatie in de buurt Lava Boys. Mm-hmm. En na Lava Boys ben ik gegaan naar de New Jack Boys. En 2006, 2 januari, ging ik naar de winkel. Mm-hmm. Ik kwam poppen tegen na ik weet niet hoeveel jaren. Mm-hmm. Kwam ik poppen tegen. Ja. En poppen ook een populaire Surinaamse artiest. Ja, zeker, zeker. Uh-huh. En ik vroeg ervan, hey, zij doen. Mm-hmm. Wat heb je in die jaren gedaan van Holland? Is dat toch wat toen de tijd dan? Eigenlijk nog steeds no more erg, maar a pistef kunu dan a faso beshi Holland, ik denk dat Holland daar lucht te zien. Ah, na paradijs. Dus een papa Doro en mi ben wasabi. Heeft ze me toen uitgenodigd, mi go na Ososi na papa. En als man ik mi arki want to poku. Maar ze zei me van, hey, de poku krabo jongen. Ay, de poku krabo. Ik zei van, hey. Ik tik dit gewoon opnieuw op, desnoods mijn jeppie koor. Ja. En dat was ook de bedoeling. Ja. Ik ging met poppen naar de studio. Dus die singing zat er wel in al, los van dat je aan het rappen was? Ja. Uh-huh. Nee. Dit is jouw koor? Ja, dus dat ik... Ik ben wel improviseren. Eigenlijk ja, daarom meteen van mijn koor. Het is van, hé, mijn wat ik al lied. Is dat je toch? Mijn koor. Ja. En dat zullen we ook gaan doen in de studio. De koor, de pokoe. En toen had ze dan die ene pokoe. En daarmee begon ze gelijk met Hey baby, you unhappy, Michi. Je naam is Engel? Ja, prap. Mm-hmm. En dan Leo, onze producer toen, tak van eet. A pokoe chatu, jongen. A pokoe chatu. Papa vroeg me toen van, Sayabi. Mm-hmm. Ik zei, oké, kom proberen wat aan. En ik begon met La la oi, zolang a jude na mi see. En zo een pokoe ons daar, gewoon als een pokoe samen kon, dat was CD voor papa. En precies daar is het eigenlijk begonnen met een
Damaru. Dus eigenlijk altijd Jogi Papa Agrani gewoon van één naar dappen als start. 100%. Wie Damaru vandaag de dag is. 100%. Mijn eerste radio hit gewoon landelijk was met Papa. Ja. Daarvoor had ik een paar Kaseko singles, ook met New Jack Boys. Ja. Die is nog steeds de meest populairste Kaseko pokusang. Alamasabi, if me go on dancing, me singing, we say sadeta, we say sadeta, Alamasaba man, en dat had ik met New Jack Boys. Maar mijn eerste landelijke nummer 1 is Yunami Engel geweest. Yunami Engel, met samen Papa. Met Papa. Oké, oké. Maar je hebt nooit meer teruggekeken voor go rap. Lek van Betaki, als ik kijk naar je collega's of concurrenten. Sademasi, Badma, Singis destijds. Ja. Want wie was nog meer in die love songs? Daarvoor had je ook een cadentie. Oh ja, true. En liederen van La Rouge hebben ook heel veel invloed gehad op me. Het ontwikkelen van mijn carrière. Oh, Isabi toch, ja, mijn zangkunst. Ik heb heel veel geluisterd naar Isaac Manso en Carlos Aaron. Isabi toch. En podiumkunst heb ik toch altijd opgekeken naar update, zeg je toch? Dus Damaru is eigenlijk een combinatie van alle de man die samen elkaar komen. Nou, mooi, mooi, want ik geef jou vandaag je flowers, maar tegelijkertijd geef je die anderen ook hun flowers die daarvoor zijn geweest. Ik denk dat het belangrijk is voor eigenlijk een de Wansa, Taifisi, Gideman, credit. En ik denk, if je nog aan begin, nooit op een boel einde. Zeg je toch? Dus voor mij is het altijd belangrijk geweest voor. We spelen met de man, met zo'n de man, isabi toch? Naar de man, pokoe mijn arki voor ontwikkel, misreven. Want ik ben nooit naar een volksmuziekschool gegaan. Zelfs op school, nooit de man bepot mijn akkoord. Ik probeer altijd een zware stem te zetten, waardoor je vrouw nooit meer gebruikt mijn akkoord. Terwijl ik dat wel hoopte, isabi toch? Dus door veel muziek. Door muziek samen mijn arki voeren. En wat ik nog steeds doe, ben je gevormd. Dat was je opleiding. Ja, mijn tik, mijn vier. Nou, dat is mooi, dat is mooi. Zo kan je zien hoe je dromen waar kan maken zonder dat mensen in je geloven. Dit is een beautiful thing, ja toch? Ja. Maar dan mijn actie zo even. Vind je dat die nieuwe Surinaamse artiesten jou die grani geven en die respect? En jij zegt. Deels. Deels, ne? Ja, deels. Ja. Alles is zo een beetje gaan veranderen. Niet alleen in Suriname, je zit ook in het buitenland. Kijk wat in Amerika gebeurt, is dat niet toch? Een nieuwe generatie. Er zijn rappers die pas gekomen zijn en toch proberen te zeggen dat ze beter zijn dan Tupac. Ja, ja, is dat niet toch? Dus er is een ander soort mentaliteit. Dan verwacht ik niks anders hier in Suriname. Is dat niet toch? Maar, niks nog fout. Boeit me niet. Niks nog fout, want 2023 en je still going strong. 100%. Ja? En dat is bijzonder, want hoeveel mensen die ongeveer dezelfde tijd als jou waren gestart, zijn wel niet afgevallen, zeg ik. Heel veel. Is dat wie? De meeste. Dus respect. Ja. Je hebt die grind niet speciaal nodig. Je bent nog één van ze, daarom krijg je die grind niet. Thank you, bro. Toch? Ja, maar 100 is zo. Is zo. Ja. Maar, ik zei ook, je hebt om mijn deuren geopend. Want ik denk dat jij ook de meeste Sanama's hoop hebt gegeven van hé, Amand is gewoon bezig met Topnotch. Dat Miwan en Milibi. Ja. Wat is jouw relatie vandaag de dag met Topnotch? Topnotch is op mijn pad gekomen. Mm-hmm. Ja, voor mij was belangrijk, ik wou ooit naar Nederland gaan en optreden in Nederland. En die Midoro, mijn single kwam in januari, februari uit. En juli had ik gelijk een tour. Ja. Dimigo, dat was snel. Ja, Dimigo, Mitri op in Rotterdam, Mitri op in Amsterdam. Dus voor mij was dat het. Ja. Voor mij bestond Nederland uit Amsterdam en Rotterdam. En de aantal Masami Beshidrapi toen de tijd, ging er ook van dit is hem. Ja. Totdat eigenlijk in 2009 ik in contact met een Topnotch. En precies daar eigenlijk ben ik gaan beseffen van muziek is meer dan alleen optreden in de zaal van 1000 man. Is dat niet toch? Je kan meer bereiken. Ik wist ook niet wat auteursrechten betekende. Ik wist ook niet van ETO, breng maar muziek uit. En in zorg dat ik afspraken met die contracten. Je maakte gewoon je poppen. Ja, ik maakte mijn muziek. Ja, toch omdat ik ervan hield. Ja. En zo eigenlijk ook toen Topnotch kwam op mijn pad. En vanuit Topnotch eigenlijk me kon. Sap gewoon van hey, a muziek industrie die anders ligt van me bedenken. Ja. Is dat in positieve zin of negatieve zin?
Het is een combinatie van positief en negatief. Je hebt ook negatieve ervaringen? Ja, zeer zeker. Ja. Omdat een mens zegt altijd de kleine letters tellen. Uh-huh. Is dat toch? En zelfs toen ik dat kreeg voor tekenen een contract, had ik nog steeds in mijn mind van, ik wil de wereld laten horen. Ik wil gewoon dat de wereld moet weten wie Damaru is. En het Surinaamse product. Is dat toch? Uh-huh. En gewoon puur omdat mijn moppen uit Suriname. Yes. Dat ik nog steeds. Ik, als ik nu terugkijk, soms dan misdoen, ga ik terugkijken op YouTube wat ik allemaal gedaan heb. Uh-huh. Besef ik van, hé, saai jong. Dit is mijn doel. Maar dat wel. Want ja. Dat zeg ik. Ik ging net door je pokus heen. Ja. Dan dacht ik, man, dit is nou een OG. En dat ja, doe ik nog steeds. Maar toen ik begon, was het voor mij puur gewoon die doorbraak. Mm-hmm. Is dat niet toch, die doorbraak, ja. Mijn kwaliteit, mensen van mijn muziek laten genieten. Mm-hmm. En meestal, tegen een label hebben hun andere gedachten. Ja, dus toch? Mijn gedachte was muziek maken, maar een label is meer puur op business. Ah. Ja. En ik zal niet zeggen altijd zakelijk. Oké. Maar is werd daar je liefde voor muziek een beetje anders? Nee, helemaal dat niet. Nog steeds niet. Oké. Vandaag de dag, even Luku Damaru, zo jong, naïef, niet bewust van de business, muziekbusiness. Waar ben je vandaag? Heel ver. Maar nog steeds op de helft van wat ik allemaal nog wil doen en wil bereiken met mijn muziek. Is dat Sam Lobby? Ano, je is dat je fit? En er is niks mis mee, maar zoals sommige artiesten voor taan in Holland, voor settle dat. Nee. Boom voor mijn George met op dat. Zei je? Dat toch? En dat die voor een beetje afreks gewerkt op mijn carrière. Is dat toch? Want de man vindt dat is een domme beslissing. 100%. Maar voor mezelf was het een gewone bewuste keus, nog steeds. Want je deed mee aan televisieprogramma's zelf in Nederland. Toen het ging, ging het ook echt. Ja, het kom je mee tegen ook toe. Als je succesvol bent, ben je succesvol. Maakt niet uit van waar je komt. Juist. Ik denk, wie is bij mij uit Afrika? Mm-hmm. Tempo de Drape, Mibo Doro TV. Snap je toch? Okay. Het had niks te maken met me. Waar je vandaan komt. Waar je vandaan komt. Aye. Maar het zijn je eigen mensen die eigenlijk die meer een ander soort kijk hebben op bepaalde zaken. En mm-hmm. Vooral Timang, de vakondre dat die. En nog meer grap de meijeren, alles aan ze horen, ze zien. En Timang gaat ervan uit van, doorsnee Surinamer, zijn droom is nog in Nederland wonen. Yes. Is dat niet toch? Yes. Ik denk dat die man bij Kotakangami hadden ze ook gelijk in mind van hij is ook zo'n Surinamer. Oh, en dan de man heb je het over die record labels? Record label, iedereen gewoon. Ja. Een man die ziet, ik ga het anders zeggen, wat kiezen. Een man die zoekt aan kiezen toe, want hij heeft ook een wens. Een man wat naar Holland is, dat toch? Maar voor mij, ik had. Voor mij was dat het niet, nog steeds niet, is dat toch? Ik was er wel van bewust van, hey, hier kan je een doorbraak maken, maar. Alles wat ik toen voorspeld had, gebeurt nu uiteindelijk. Okay. Is dat niet toch? En als ik dan terugdenk, dan neem ik topnotch wel kwalijk daarvoor. Als ze me toch de ruimte hadden gegeven om mijn gedachten ook deels mee te nemen in mijn plan, voor mijn doorbraak, dan was ik misschien verder. Maar is dat van man, die mensen gaan judgen vanuit de kantlijn. Taki, amang ben dit naar Holland. En amma mik de man misbruik ding. Mi no mik de man misbruik me. Juist eigenlijk. Mi no mik de man misbruik me. En dat heeft gemaakt dat het vandaag aan de dag iets langer heeft geduurd om te zijn waar ik wil zijn. Mm-hmm. Ik heb het al gezegd, ik ben op de helft. Ik heb nog 50%. Dus juist op keuze ben je dan nog? Mi no go froisi, dat moet dan likja. Juist die keuze heeft je bewaakt, zeg je. De 100%. Om gebruik van gemaakt 100, te worden. 100%. Okay. Kijk, toen ik met muziek begon, ondanks ik zelfs bij mijn eerste radiohit, had je bekende omroepers die uitspraken deden als dit wordt hem.
na Yunami Engel. Yeah. Want je moet beseffen, Yunami Engel stond 9 weken op nummer 1. Ja, op alle radiostations. En ik uit, ik heb nou een nationaal zender, ik heb nou een Hindustani station, ik heb nou een Japanese station. Ja. Overal, aan ben ik op nummer 1. Mm. En ze waren niet gewend dat T-score zo was. Want T-score was het, dat jullie artiestje op een ladder geschreven. Ja, ja. En die man, de man beetje like, dat is het. Dat is het. Er komt niks mooier dan Yunami Engel. Is dat toch? En ook wat toen de tijd ook heel belangrijk was, dat men ook altijd zei, maak je school af als muzikant, want pokoe nab money. Is dat toch? En zo zie je dat alle die omroepers toen nog bij Abnoo, ze hebben ook verkeerd geadviseerd. Ja, ja. Ze hadden maar eerder moeten zeggen van broer, schrijf je pokoes in. Maar zelf dat denk ik dat ze niet wisten. Ja, ja. Enige wat ze zeiden, maak je school af, want pokoe nab money. Dat is wat iedereen tegen me zei. Ja. Is dat toch? Terwijl... En dat bedoel ik met deuren openen toch? Dat niet waar is. Dat jij dat no, ik geloof er niet in wat je me hier zegt. Ja. Isabi? En dan ook een adjotje van Surinaams. Je had toch ook je taalgebruik. Puur omdat ik ook Surinaams zong. Mijn eerste hit was Surinaams. Maar ja. Nog, full. Surinaams is beperkt. Ik had in mind van ooit gaat Surinaams muziek een doorbraak maken wereldwijd. Isabi toch maar. Die omroepers geloofden daarin niet. Snap je toch? Oké, ja, Yunami Engel. En dan, je moet weten, succes gaat gepaard met jaloezie en misgunnerij. Mm-hmm. En dan begint het meestal in een top 1 begin, go meet the fans, bakadati. Snap je? Want je moet beseffen, je gaat eerst naar de radiostation op de fiets. Je trapt van Broco bij Sigri. Na je succes rij je een auto. Aye. En dan zijn omroepen dat in Broco 20 jaar die drapen. Dan gaan we allemaal weer rijbus. Aye. Vanaf daar, ondersteuning, ik ga minder. Oh, nou, daar voel je al die misgunning. 100%. Isabi, ik kan wel namen noemen, ik ga het niet doen. Isabi, maar zo, daar al zag ik het. In mijn eerste jaar voel mijn succes. Ja. Isabi toch? En ik kwam daarna met Suriname. En ik durf het nog verder te brengen. Kan je die Shiwan Blacka Boy? Ook toe, Isabito, ghetto, laten we gewoon zeggen hoe dingen zijn. Mimopof, Latour. Isabito, Blackaboy voor Latour. Isabito. No, allemaal, en je ziet je fiets, auto. Ja, toch? Mimopof, Latour. En drapen issues bij de ba en de mij confused, Isabito. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook de reden is geweest, zei de Allah Pokuma Sadami Fessi, met accuus voet naar Holland. Omdat die bij Arki de Mang, zang Musbushi. Ik heb het niet gedaan, maar ik heb het niet gedaan. Maar ik heb gezegd, ik heb mijn moeder toen beloofd. Hè, van 2007, meteen mijn ma, ik ga officieel stoppen met de school. Toen vroeg ze me, wat ga je doen? Ze zei meteen mijn mama, ik mis ik. Mijn matak, maar ben je zeker? Een belofte dat hij wil ik nog steeds waarmaken. Van hey, ik wil geen spijt hebben dat ik mijn score af. Mama hoeft geen zorgen te maken over mij. Ja toch, me wil bewijzen van hey, ik wil samen met je. Ja. Met je waar, is dat niet? En al dat soort dingen hebben ervoor gezorgd dat ik met een serenang en mijn app een missie gewoon lekker serenang maak van hey, ik moet me succes gaan boeken in het buitenland. Ja. Ja toch, en ongeacht zou die mij denken, dan gaat die mij Siwan Suriname Pokumang. Ja, ja. Ja toch, als je me vraagt qua keuze, dan Nederland op morgen keuze Giwan Suriname. Maar ik had me altijd mezelf altijd beloofd, al moet ik 10 keer in een jaar vliegen naar Nederland. Mm-hmm. Ik wil dat doen, dat is het leven van een artiest. Juist, en als we zien wat er nu in Afrika gebeurt, ik ga eerlijk zeggen, als ik ben naar Holland no, ik zou er spijt van hebben. Dat ik me ziel voor naar Holland, zoals ze denken dat ik me overleef. Is dat toch? Ik zeg nogmaals, het heeft nu wel langer geduurd voor me door op en want door, maar ik heb er geen spijt van. Maar je kan jezelf in de spiegel aankijken en zeggen, ai dama. 100%. Ai dama. 100. Ja. 100. Iedereen die vallen en opstaan, is dat toch? En laat me je wat zeggen, want je zei net, is itak de man tak srana tongo aan orokoyera. Als je voelt, toen niet. Zeg een paar mooie Nederlandse zinnen tussendoor, misschien een oroko. Toen niet toch? Nee. Maar moet je wat zeggen, want destijds werkte ik bij de radio. Ja. Daar hoorde ik Mirosu. Daar praat ik over de original Mirosu, toch?
Daar ben ik die Miroso, ik was hier weer in Miroso. Ik zeg, deze poko is een hit. Ja. Lam Charingo Diamang. Zij hebben een bepaald soort poko in draai en in draai. Ja. En Amana was er naar man toe. Het is niet persoonlijk, maar Amana toevallig naar was er naar man toe. Maar dan man tak, noa no inja. Kan je naar Sam denken? Zij hebben taki. Maar dat check, daar zat ik in de tram. Daar zag ik iets wat ik nog nooit had gezien. En vandaag de dag is dat misschien normaal, maar toen de tijd niet. 2008 werd dat, of 2007. 7 kwam zoiets kwam uit boven, uit. Ja. Daar zat ik in de tram. Deze pokoe van jou is alleen in Suriname populair. Ja. Daar zie ik twee with mates. Ja. Die zingen Miroso. Van begin tot eind. En toen zei ik, dit is een fucking hit, dan kom ik trop jang aan man. Ja. Dat als je dit niet draait, dan gaan we gewoon draaien. Achteraf komt die ene met Jan Smit en dan moet je wel dat hij begint draaien. Ja. En laat mij ook zeggen, eerste les die met Jara Poku ook toe qua de radiostation, vonden ze het ook niet. Zelfs, ja, hier in Suriname. Ik had ook een discussie met een paar bekende muzikanten, ze hebben dat boy. Poku niet pleisteren. Toen ik de man dat ik van je bedoel. Even voor de duidelijkheid, ja. We hebben het over een van je grootste hits. Ja. Dus dit is belangrijk voor mensen die een droom hebben. Ja, zeker. Mensen geloofden niet in die poko. Waarom niet? We waren het toen de tijd gewend dat ik de poko bij play in Srandang. Wat een soort beat bij play. Dat bij play. Want deden dan voor buiten. Dat bij play. Maakte niet uit, de man bij poko naar Srandang. Nou, wat een soort fassie, een bakko man, een bass man bij play. Keyboard man, wat een soort fassie. Maar met Miroso, alle couplet, op wat tram maat, wat tram melodie. En daarmee ben ik gekomen. En dat was vreemd voor heel veel muzikanten. En een van ze zei, ik denk niet dat zo'n poko fijn gaat zijn om te spelen. Want dan, alle couplet op wat tram melodie line. Snap je toch? Uiteindelijk is het toch die poko geworden. En wat ik ook moeite mee heb, dat mensen zeggen, ik hou toch van die originele. Ik zeg, die originele zou me misschien nergens brengen. Het is die met Jan Smit, heeft eigenlijk een verandering in mijn leven gebracht. En daarvoor geef ik hem toch die credit. Is dat niet toch? Soms een origineel wat ik boem, soms een wat zijn future boem. En ik ben er eerlijk om, voor mezelf heeft Jan Smit ervoor gezorgd dat Miroso a reggae nog klinkt reggae. Oh ja. Ja. Maar klinkelijk wat hun het noemen, hun volksmuziek, snap je toch? En daarom zeg ik, ik ben hem ook dankbaar daarvoor. Want Miroso kwam in 2007 uit en in 2008 kwam Jesser naar Suriname. We deden een remix, maar hij heeft er ook niks mee gedaan. Dus eigenlijk voor mij, moet ik ook zeggen, was het voor mij 2008 een ladder. Einde voor mij. Ik heb nog krantenknipsels waar er staat geschreven. Damaru zegt zijn plafond al heeft, waar er staat geschreven dat ik zeg dat ik bereik mijn plafond Baja in Suriname. Ik kreeg toen een glanza, ik heb mijn glanza verkocht en ik heb gezegd, ik ga naar Nederland. Steven Seydoux kan zich nog heugen. Want hij had toen 10 US. Ik zei, ik ga naar Holland. Ik ga proberen om daar een doorbraak te maken. Yeah. In Nederland aangekomen, ik belde Jesse van Vakka, ik ben in Nederland. Wat gaan we doen? Want ik vroeg aan Vakka, draai die pokoe daar. Hij zei, no, kwaliteit slecht. En zei, we zouden het eigenlijk dan opnieuw moeten opnemen in Nederland. Yeah. Dus ik dacht, oké, ik ga naar Nederland. Ik ga het opnieuw opnemen met een Jesse. Daar aangekomen, amai, draai me. Een maand voorbij. 2 maanden voorbij, Kranti Ebel, mijn vakka Damaru. Yeah. Hoe staat het? Want ik kon maar 3 maanden in Nederland blijven. Mijn visum was 3 maanden. 3 maanden gilde. Niks. En voor mij geluk, ook een shout-out naar die man. Ik ben die man ook dankbaar, hè. Romeo Deekman. En de Party Squad. Romeo Deekman en de Party Squad hebben Kees gezegd van, hey Kees, je moet naar die poko luisteren en je moet die man uitnodigen. En precies 2 weken voor mijn bokasaranang, top notch, Kees de Koning bel me. En maar rijkom met me naar Rotterdam. We hebben gesproken en precies daar is het begonnen. En toen had ik
goed nieuws voor Suriname. Ik ga tekenen bij Topnotch. Ja. Wat big was en is nog steeds. Ja. Destijds. Maar ik heb zelf ook een Mirosu verhaal. Dat, ja. Want ik ga Amsterdam, ik ga Rotterdam. Maar mis je in Den Haag. En ja. Verstrooi je botrieën op. Een grote festival, het heet de Parkpop. Ja. Waar 100.000 mensen op afkomen. Ja. Dat voor Sigot op stage, dat mijn tak aan hij. Want ik was trots van Misawa Poku. En net leg ik je uit. Van mijn befit Gia Poku. Ja. Dan stond je daar. Dan zei je tegen mij, Dosaba Poku. Ja. Dan ging je daar staan. Ja. En die mensen zongen het allemaal mee. Ja. Kijk, waarom ik die is naar Fos Jan Smit, ja, dat is naar original. Ja, waarom ik dat ook vroeg is. het was toen. Daarom zeg ik altijd, de geschiedenis herhaalt zich. Mm-hmm. Alles wat nu gebeurt is nieuw. Ik heb eigenlijk zo'n beetje overal gestaan. Is dat je toch? Top, we gingen langs top, Pinkpop, is het? Of Paaspop? Parkpop. Parkpop, was in Den Haag. In Den Haag. Oké. Dus Kees de Koning en toen Farid, de man bereid me voor, 100.000 man. Is dat je daarmee denkt? 100.000 man. Ook denk de man die zie. Oh, sap, apoku, is dat je toch? Mm. En ik heb altijd zo, ik zolang ik kon onsteeds, de eerste zand, Pimentes, het publiek is voor altijd. Look if they all singing me. En hij staat aan jouw engel. Ja. En daarmee zat ik. Dus toen jij mij dat vroeg, twijfelde ik. Sasa. De Saba Poku. Boy, de Saba Poku. Ik begon toen met jou naar mijn engel. Oké. Bakka daar misschien wat toe. Srana vraga. Even tussen alles van mij. Kies wat je zo power. En toen ik begon met jou naar mijn engel. Toen zongen ze al mee. Toen ik de eerste keer gelijk dit deed, hoorde ik gewoon. Iedereen zingen, ik kan me nog heugen. Jaap Buijs, manager van Jan Smit toen, Amakong, Amabos, met op mijn vis. Ik dacht van, hey, dit wordt hem. Ja. Dit wordt hem. Zeg je toch? En dat ben de eerste biggie publiek die ze mee treedt. En look, dat is al 16 jaar geleden. Ja. Dus dat is mooi. Ik zie die enthousiasme en nog die leuke herinneringen ja, van toen. Ja. Maar het mooie is. Tot de dag van vandaag in de bezig. Ja. Ik ben blij dat je dit allemaal deelt. Dan kunnen we zien hoe jij naar jezelf kijkt als artiest. Yes. Maar we willen je beter leren kennen. En ik heb een idee hoe we dat kunnen doen. Ik wil iets dieper gaan. Ja. Ik wil een paar pokoes van jou tevoorschijn halen. Ja. En dan wil ik weten wat je schreef je eigen poko, toch? Ja, 100. En later ben je erachter komen dat daar die money in zit. Ja. Ja. Dus ik wil je vragen, wat is het verhaal achter die poko? Okay. Hoe is die pokoe tot stand gekomen? Wat is het idee erachter? Soort meid brokkie ati meki schreef zo'n pokoe, bijvoorbeeld. Ja, yes. Is dat wie? Een van mijn favoriete pokoes, en is niet de hele oude pokoe. Dan heb ik over Kawina. Ano ala drong, kan play Kawina. Ja. Wat is het verhaal achter die pokoe? Kawina is meer een verzonnen tekst. Ja toch? Niet dat ik wat heb meegemaakt, maar het was meer. Ik ben nu zo creatief. Ja. Is mijn mooie verhaal. Ja. Mm-hmm. Ik was in de studio en ik was met een mattie van me. En we hadden het over onderwerpen. Is dat je toch? Bepaalde vrouw, is dat je toch? Bepaalde man, ik denk. En zo'n type man in degi, zo'n type vrouw. Ja toch? Ja, en vandaar dat in de tekst misschien. En alle drong kan play Kawina. Mm-hmm. Ja toch? En je hebt vrouwen in soorten. Ja. Zo, ik zeg ook altijd, je hebt moeders, maar niet alle moeders gedragen zich als moeders. Mm-hmm. Is dat je toch? En dat na apoku Kawina eigenlijk bij mij is zien, mij tegen degene van, hey, kan de mino de YouTube. Mm-hmm. Maar if je een actie was aan van mij, ben ik er zeker van dat mijn boomang Jippie, ik zou je kunnen bevredigen, al ben ik je type niet. Dus in eerste instantie, je kijkt niet zo naar me, maar ik verzeker je. Juist, en daarom zeg ik aan alle dronken play Kawina, letterlijk vertaald een die ab alike. Is dat je toch? Yeah. Alike, na duk 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 na dronk, zie makandra. Kawina, akoti. En dan komt hij naar puk, 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 is dat je toch? Maar a Kawina kan play alike. Maar a alike no ma play Kawina. En banya is een dans.
Yeah. Bij de Saramakanes, als ik het goed heb. Mm-hmm. Vandaar dat ik zeg, ano alla dronka play ka wina. Mm-hmm. Dus draap me sorry, ba ano alla man kan delik me, en mino kan delik amang, sa i want me de. Maar if is want me dance, ab dansi sa you e dansi, mo dansing. But deep, deep me man. That is ka wina. Yeah. We hebben het eigenlijk al net over gehad, hè? Die ene pokoe die als eerst aansloeg bij het grote publiek, Younami Engel. Ja. Je hebt me verteld over poppen, maar ja. Voor you say, ja. Hoe schrijf je die woorden die je schreef? Waar haal je die inspiratie vandaan? Ja. Wat ik wel sterk heb, hè, is, mijn naam is Arki man, en ik loop de mindere man zijn gitori. Oké. Snap je dat? Ik loop de mindere biggie man zijn gitori en de Arki tori, dan... Mika sing misani, is dat toch? Ik heb niet alles wat ik gezongen heb na Sami Miti. Ja toch? Maar bijvoorbeeld Tsunami Engel is eigenlijk een originele voor een melodie is van Bon Jovi. Na 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 Yeah. En in New Jack Boys heb ik daar mijn dochtertjes moeder leren kennen. Mm-hmm. En dan Ukota zei die, en zij zei me van, oké, dit is allemaal Carmining, you wanna Carmining. Is dat bedoel? You wanna Carmining. Dat ik zei aan de broer, ja, eerstvolgende lees. En een week daarna ging met papa de studio in. Ah, ja. En vandaar dat eigenlijk Smaling, apokudati, amang, singi. Die asma. Dat was deels ook zo, is dat toch? Het is meer een exclusieve big up naar haar van hey, deze pokoe. Yeah. Zolang je libi, dis je mag saptaki yeah. Naar Giyu. En vandaar dat ik in het begin zei, big up Shifi. Mm-hmm. Ja toch? En maar de tekst, nogmaals, was ook weer. Geïnspireerd door. Dat je nou echt een songwriter, gewoon je is dominerisme. Ja, kies idee. Ja, gewoon verzonnen. Ja, want die pokoe was al af eigenlijk. En die ategi me dan. Hey Leo, kom op de WhatsApp. Big up, Chiffy. Ja. Dus ik hoop dat ik spannende verhalen hier ga krijgen, maar je geeft me alvast die cue van look on me man. Ik laat me inspireren door alles en iedereen door me heen. Mijn eigen ervaring. 100%. Maar ook wanneer ik tussen mensen zit en mij tak, dan denk ik, oh, 100. Nou, een pokoe, ja. 100. En ik ga niet tegen mezelf liegen. Nou, inspiratie, zeg je toch? Ja. En dan maar ze moeten het weten, ik doe niks voor de cloud. Ja. Wil gewoon real blijven. Wat ik ook vaak zie, is dat je de Srana Uma genoeg oude. Zoals een andere classic, Srana Koningin, maar ook Srana Uma. Waarom vind je dat belangrijk? Mijn moeder. Je moeder, no? Ja, voor mij. Zelfs als ik met een vrouw praat, neem ik mijn moeder altijd als voorbeeld van, hey, mijn moeder is een mooie zwarte vrouw. Ze op zich zit in, ze zorgt zonder een man. Ja toch, en ze is in mijn leven mijn mago toelees naar Holland noemen. Terwijl drie kwart van mijn familie dan is Holland. Ja. Mijn matanja. Mm-hmm. Dat is ook de reden waarom ik ook... Dat eigenlijk een voorbeeld op je. Eigenlijk zeg, ik blijf gewoon hier. Je snap je toch? Het is mijn moeder. Het lukt mijn man. Mijn moeder is nog steeds schoonmaakster. Ze wordt volgend jaar 60. Mm-hmm. En ze zegt nog, ik wil tot mijn 60ste. Blijven. Ik zeg, mama, moet het. Ja. Moet je het doen? Want het hoeft niet. Het hoeft niet, maar ze wil het doen en ik heb een waardering ervoor en mijn mannen was Rana Uma. Ja toch, dus moet ik wel meegeven. Mijn grootste motivatie is toch mijn moeder. Ja toch, alles wat ik doe, ook in mijn muziek, mijn ma, in mijn praxeer ik. Ik zou niks willen zingen. En niks willen doen, zou mijn ma moest zakken in de. Ja, toch. Mijn ma altijd moest wakker dat ik, hé, naar Damaru Madrape. Is dat toch? Ja, toch. En ze moet ervan profiteren. Mm-hmm. En op Tagua Prissie af zakken in de. Juist Tagua Prissie, Tagua Woyot in de match, naar Damaru Mana Lobby. Alame Gang, is dat toch? Dat was voor mij. Dat is mooi. Heel belangrijk. Srana Koningin was een concept van Booster. Hij was. Toenmalig nog in de band. Mm-hmm. En zo allemaal. Messengers? Ja. Zo allemaal doen ze niet. Allemaal liep wat pisgim op. Allemaal actie mee voor
Put wasani. En zo heb ik mijn ding gedaan. Ja toch? Dus nogmaals, ik heb niet specifiek, ik heb niet zoveel meegemaakt. En ik. En Mattie van me toch? Hij zegt nog steeds aan me: jij hebt niet van je jeugd genoten, jongen. Mm-hmm. Snap je toch? Want toen de tijd, 19 jaar, je nou op je ma, 19 jaar met moeite, ik ben uit. Ja, ja, ne? Met moeite, ik ben. Omdat je al een beetje fame had. Moeite, mijn moeder kwam er heel laat achter dat ik me naar Damaru. en het heeft jaren geduurd volgens mij, maar accepteert dat ik ben Sukumi, naar Osso. Ik ben Karmi Damaru. Wie is Damaru? Dino weet hij. Snap je dat? Bestore. Ja, bestore. Dus dat wil zeggen, alles wat ik zing is puur uit, vooral beginjaren. Hè? Mm-hmm. Want dit zijn echt beginjaren. Dus ja, ja, ja. Die pokus, puur gewoon wat ik heb gehoord en Afiri Samikisi, dat mijn poté. Ja, ja. Ja toch? Bijvoorbeeld, ik weet niet of je die ook hebt, een traan. Een traan? Oké, een traan, daar begon het. Ja, daar word je bewust van, hé, er zijn vrouwen, jong. Oh, ah, ja. Snap je toch? Maar dit denk ik, is een mooie pokoboy daar, Maru. Kijk, de tekst, een traan. In dat clip, je lollen over de grond in regen, alles. Ja, een traan. Ik zag een dame, hoe verrap je met jou met jouw dame? Oh. Ze was ouder, ik denk. 7, 8 jaar ouder dan me. Beloering. Mi beloering. Snap je dat? Alla si, me stora, dame, me stora, me stora, me sabete, me tas me na water kan. Dat is mijn konami, dat is mijn temi, damaru, je bent te jong voor me. En a regel van mij, onthoud als mijn temi, een traan van jou is als een kogel door mijn lichaam. Oh, dat is temi. Dat is temi. En je nog maar takken aan damaru vrij, maar alles aan dat poku. En dat heb ik vastgehouden. Oh, okay. En mijn schrijf go door. En dan toch heb je dat niet gevangen daarna? Nee. Ja, maar succes. Nee. Maar nog steeds, Temi Sheng, hij asked me, je weet het, hij weet wie ik ben. Ik zeg, ja, een traan. Oh, is dat niet toch? Dus dat is wel een van die pokusang met ik aan inspiratie vanuit Ataki dat ze agimi. Oké, okay, mooi. Ja toch, maar de meeste pokus van mij, na puur uit wat ik hoor, mijn vriendenkring. Ja. Is dat niet toch? Maar wacht, Damaru houdt van oudere vrouwen dus. Of was dat toevallig die, of is dat wel een ding? Je houdt van vrouwen die ouder zijn. Ja, vrouwen die het leven kennen. Ik snap je toch? Ik ga niet zeggen. Niet leren. Nee, nou niet leren. Ja, toch? Want het. Hoe moet ik het zeggen, joh? Lek vader. Ervaring, daarmee ook levenservaring. Uh-huh. Belangrijk, ja toch? En ja. Dat doet het voor je. Ja, mijn ei altijd op wang. Vrouw altijd zelfstandig, de bewust zijn awan in alibi. En dat heb ik altijd vanaf jongs af gehad. Mijn broer zei me altijd, mijn apchima te de vrienden, mijn tante bekon dan bekaar. Biggie bella. Is dat weer? Dus altijd mijn abba, ik kijk op oudere vrouwen. Oudere vrouwen. Ja toch? En maar. Het is niet dat het mijn voorkeur is geweest. Oh, niet per se? Nee. Okay. Ja toch, en je zou ook altijd horen van, hey, het was tijdje, zeiden ze ook, hey, Damaru, nu loopt blakka mee, nergens van waar. Is dat je toch? De man dat in nu loopt blakka mee? Ja, vroeger hoorde je altijd van. Omdat hij zingt met die roze? Ik denk het, is dat je toch? Oh. Maar, if me luku alles, ja? Dan is het vooral goed meer op. Pemi Atigo. Oh, ja, okay. Ik maak geen keuze tussen. Ze discrimineert niet. Nee, daarom heb ik een hekel aan te zomang epot een bepaalde zand op Facebook voor ready made DC. If je dan al ready, ik heb het niet ervaren. Ik ben een zelfverzekerde man. Nooit te complex gehad. Ja. Dat heb je toch? Dus onderscheid dat nooit. Ook toen Mimiki. In de liefde. Dus in een look ready made, speciaal wit made, plakka made. No, je hebt net al laten zien, je wil een ervaren vrouw, je moet voelen van deze week ongeveer waar het leven over gaat. Dat is belangrijk, ja, hè? Ja, en looks ook niet? Ja, ik ook. Mooi in billen, biggie? Nee, ook toe niet. Ja, per se. Ook toe, nee. Puur gewoon pemi atigogi, pemi atinagi, drapen met de. Oké. Dus je kan gewoon zomaar de volgende pokoe van Damaru laten ontstaan door hem iets goeds te zeggen, net als een traan. Ja, ook tegenslagen hebben ook heel veel muziek
hebben mij ook heel veel... Geïnspireerd om bepaalde pokken te schrijven? Te laten maken. Oh, tegenslagen in de liefde? Nee, ik heb een van... Ik no kreeg die lobby te jongen. Ernstig? Ja, maar dat je leeft, jongen. King of Love Songs? Ik nog kreeg een tranje schrijf je? Maar dat, ik heb ja gezegd van, ik kon naar tekst. Is dat toch? Maar heb je dan wel genoeg lief gehad, denk ik dan? Jawel. Dus je nog kreeg je een vrouw eigenlijk? Dat is nog het. Niet. Oh. Nog niet. Ja, toch, daarom heb ik Gado wel van Gado met me kreeg nu. Hoe zou die pokoe eruit zien zodra je kreeg? Nou, niet eens dat, maar beter me kreeg nu. Want nu, mijn ma wakker te, mijn ma doe alles aan dit, dan dat 60, 70 jaar. Dan, ja. Broko, dan ben ik in mijn eentje. Ik ben een jong meid. Is dat niet ook? Dus, maar voor nu, puur gewoon, is ook... Ik praat ook heel veel met mezelf, hè. Maar wacht even, nooit ik kreeg toch? Dat is letterlijk tranen. Ja. Maar je had die brokken wel toch? Ook niet? No. Dat vond je niet in Spanje aan mij? No, niet in Spanje. Als je weg wil gaan, ga je weg. No. Dat weer niet. Ik ga je, dit moet ik ook meegeven. Hè. 2006 was ik 19. Ja. Die ben op 19. Toen de tijd, dames tussen de 5 en 30 jaar, ik ben de crush. Met mijn tijd heb ik nooit meer ontmaken met mijn brief toe. Ja. Ik heb het ook nooit gehad. Ja. Ik heb ook op late leeftijd een vriendin gehad. Oh. Puur omdat... Na 19? Nee, niet na 19, maar... Later dan de gemiddelde tiener. Ja, ik vind Luko ook toe van BD, dan aan mijn succes. Ja, dat druk. Amantje Arigeri. Ja, dat zou je denken. Strenge opvoeding. Dat zou je denken. Strenge opvoeding, is dat toch? En dan heb ik mijn kree of mijn atino brokogi. Je hebt niet de ruimte gehad om je te ontwikkelen. Juist. Dus wacht, die King of Love Songs, stel je eigenlijk Ida Baka wat betreft... de liefde. Nee, dat weer niet. Ja toch, dat weer niet, maar we moeten zeggen hoe die dingen zijn. Ik ben een realist, hè. Nee, het momentje succes wel, je populair. Ik was 19 die mijn succes begin. Ah, ja. Dus je moet weten, er kwam heel veel op mijn pad. Er was geen ruimte, taki ey. Moet ik focus op lobby? Nee, niet eens dat ik me focus op lobby. Of taki jong bij de pakken neerzitten van die samen, jongen. Nee. Is dat niet toch constant idee van race? Maar ik dacht toen de tijd ook, ik dacht toen altijd van ik ben geen jaloerse man. Ik ben er wel pas achter gekomen van ik ben toch een jaloerse toch man. Wel? Ja toch? Waar heb je het gezien? Gewoon, ja. Op bepaalde handelingen. Hoe ouder je pleegt bepaalde handelingen, zei je dat niet, positie dan. Mino bedenk je, is dat niet toch? Dus niet negatief bedoeld van Kreeg je wat oma of was man een brokje at die, maar nee. Ik ben wel altijd gewoon verliefd geraakt en voor sap dat nog, hé, mijn at die, de drapen, maar voor tegen je eerlijk dat ik mijn nog 3D van sap want toen maak ik mijn nog 3D. Maar look wat batra maar doet doen door Sani. Eerlijk gezegd, niet altijd mee proberen voor Trangamis Revi en nog die bepaalde Sani aan ruimte. Maar vanaf 19 tot de dag van vandaag dus gaan naar Apoko Sani en andere businesses. Denk je dat het een effect heeft gehad op je liefdesleven? Apoko succes. Ik ben 17 jaar bezig. Mm-hmm. In de 17 jaar, mijn sapwaan jaar, zijn kerstnacht met Dena Oso. Oh, dat alle jaren met drie op. Ja. En daarom, waarom ik niet best? Ik wil zo rijk zijn dat ik me verplicht voor drie op kerst. Ja. Ik ben verplicht voor drie op Valentijnsdag. Ja. Ik ben verplicht voor drie op dat mijn verjaardag. Ja. Of dat dit tien verjaardag. Of dat een vrouw verjaardag. Mm-hmm. Maar in die 17 jaar heb ik het altijd gedaan omdat ammonie. Dat moet niet meer belangrijk. Yeah. En vandaar dat ik zeg, een ruimte voor kreeg, mijn ben maar kiezen nooit, omdat altijd mijn beroep geeft mij op voorkeur. Maar voorrang ik ben wel een liefdevolle man, is dat niet toch? Wie mijn liefde verdient, mij ben ik wel. Ja toch, maar geloof me, ik zeg nu wel van, ik wil een nieuwe tijdperk ingaan, man. Ik wil meer tijd maken voor de mensen die, waarvan ik hou. Is dat niet toch? Ballon baka money komt er. Juist. Mino ballon baka money. Yeah. Maar mino wan roko nangaski moro gi money. Ik wil niet gewoon
even zitten en mijn dingen zijn gedaan en aan mij komen binnen. Maar je beseft wel toch, mijn man, dat nu kijkt een dame en die zegt, nou, want zou ik een man creëren, man, die ik kan kiezen in zijn. Ik ben ook niet dame meer... kijkt nu. Ja, ik ben ook niet meer op zoek naar de vrouw van nee, mijn Nee, maar ze zijn op zoek naar jou. No, me, als ik doe dat... Oké, oké. Me, me, Harry. En me, Harry, boeiba. Mooi, mooi, mooi. Ja, dat wel. Oké, oké. Hai, dama. Boy, deze pokoe staat er niet tussen, maar jij vertelt het verhaal van mijn traan. Ik zeg toch, ik ging door je pokoes recht om mijn herinnering. Ja. Ik was hier in Su, was het 2007, 2008. Daar zat ik in dingen in McDonald's met een meid. En we zeiden dat hij draait, Sani. Schatje lief op de radio. Dan go snap tapatafra. Singi eng. Oh, schatje lief, stel me aan. Is dat bij jou indruk maken? Daar was ik weer in Holland. Maar is dat minder sabi, maar Israëlse meiden willen graag doen of ze niet onder de indruk zijn, toch? Ja. Ze doen, hè? Ze zijn niet onder de indruk. Maar dan bel ik dat hallo, ik zeg hallo met Regilio. Dan meer dan dat. Mama, is de jongen van Damaru? Uh-huh. Ja, hallo. Maar toevallig weer, ze is me niet vergeten. Ja. Waarom zing Schatje Lief, gang? Ja. Maar Schatje Lief, vertel me over Schatje Lief. Same. Ook geïnspireerd was maar tegen je, Sani? Gewoon zijn motivatie, gewoon. Ai. Maar met tegen me, ik zeg het nogmaals, ik ben gewoon geboren hier voor broed. Dit is waarvan ik hou. Uh-huh. Ja toch, dit is waarvan ik hou. En. Nou, ik had dat waarom naar Jaja Surinaamse artiest. Ja, mino deja dat motaki. Misschien ging dit of misschien ging dat. Is dat toch? Schatje Lief ook niet. Gewoon meer een. Ik laat me dat zo geven. Mijn kunst en muziek. Ik heb me. Ik schrijf op poko altijd mijn poot met een papier. Ik ga afro. Lekker. Oh. Sa afro van jere. Ja. Is dat toch? Dus ik schrijf mijn tekst. Ja. Mino schrijf zang. Wa mam. Botegi wa afro. Vanuit een man. Nee, maar ik schrijf altijd vanuit afro. Zo afro van jere. Ja toch? En altijd dan aan mijn jazz. Lekker. Dat ze voor zijn damaru met mijn jongen. Ja. Dat ze voor mij. Dat is mijn idee met de kerk. Damaru ati jongen. Alle de poko. Ja. Aksa man. No. Wat is het verhaal achter no. die poko wat blijkt? No. Mooie arkie man, no. inspiratie voor man. En dan eentje, niet per se met betrekking tot liefde voor een vrouw, maar ik zie daar wel liefde voor de mensen waarmee je omgaat. Milo Bing, Holy You Gang. Populaire pokoe. Ja. Ai, tak ja, Holy You Gang, apwa voor haar. Dat zeg ik, de love songs, 80% zijn meer voor zonne, mm-hmm. verhalen. Maar de ondervinding pokoef me naar reality. Oh, juist, wat is de actie me denk dan betekent voor allemaal. Oké, gelukkig mee abwang. Allemaal me bogi wa verhaal, maar de love song, ik zeg je goed, cream broer. Na jeje, na afiri, sang. Maar hoor je gang naar ondervinding? Ondervinding, true story. Aye. Kijk in het leven, hè, dan ga je moeite maken. Je maakt moeite. Je maakt moeite, is dat toch? En muziek op toe Sani, op drie Sani. Je kan er rijk van worden, je kan er arm van worden, of je kan geen contact. Uh-huh. Ja toch? Door goed muziek te maken, je kan contact met belangrijke mensen. Zang kan liever een bepaald bijdrage in je libidak toch? Ik groei, mm-hmm. is dat toch? Je level op. Ja toch, ja toch. Volgens mij ga ik uilen. Ik kan me nog heugen met de lijnbaan in Rotterdam. Mm. Dan met die naar Armani store toch. Dan met check one train. Ja. Dan met gof go pay. Dan met je telefoon go over voor a dame. Als mij tak takkie, als mij tak takkie. Dan is mijn tak, oké. Mijn zou mijn train bekost. Ik had die train kost 90 euro. Het kost nu 90 euro. Maar je krijgt van onze korting. Ik zei waarom? Mijn manager heeft je herkend. Oh. Is dat wie dan? Ik denk, serieus, joh. Als machine tap op camera en. Ja. Maar je denkt naar Damaroom, ik is korting. Uh-huh. Dan zo je dacht, hey, wat muziek voor je kan betekenen. Mm-hmm. Ik zei, ook, het is ook vaak geweest dat ik mijn free economie, maar een pilot, een manier dat ik niet op een vlucht. Dus mijn kot, hey, ik was door business class, joh. Ah, ja. En dat soort dingen hebben altijd ervoor gezorgd dat ik
Ik heb liever een goede naam, dat ze me behandelen met boem, dan dat ik goed doe, maar noas man noas chimie. Oké, oké. Is dat toch? En de small lobby? Ja, en muziek, ondanks... The people love you, vind je waardevoller dan rijk zijn? 100%, ik zou zwaar depressief zijn. Oké, oké. Is dat toch? Natuurlijk, iedereen wil een luxe leven, daarvoor doe ik ook alles, maar give me een boening, more belangrijk. Ja. Ja toch? Die hebt een boening, automatisch de rest ook gewoon vastreven. Mm-hmm. Voor komt bakken op je apokoholen, je gang, is meer voor takkie. Soms heb je mensen die je niks gunnen. Mm-hmm. Je hoeft niet eens een muzikant te zijn. Je kan van alles zijn, die man niet gunnen. Is dat toch? Ik kan die in familie. Dus dat doen we tegen. Ik kan die in familieband schrijven, die man niet gunnen. De man is gunnen, de man is supporten. Mm-hmm. Want je hebt gunnen en supporten toch? Yes. Gunnen gewoon, dan. Gun kan je bijna taki. Je kost ook me. En dan heb ik dat je dat maar doet. Je weet dat ik dat niet. Ja, ja, ja. En dan support na. Faka jong, in een bij een serie dat maar doet. Nee jong. Mijn man is niet naar man dat hij. Zing? Ja, ja. Je hebt dit type man dat hij. Mm-hmm. Maar naar dezelfde type smaddy in een vergiet die altijd een horen in de gaten. Mm-hmm. Ze kijken altijd naar je gangen, waar je gaat. Is dat niet toch? De mijn lukken tak, de mijn goede van die tak, naar drapen jong. Naar drapen aan mijn vinding. Mm-hmm. Is dat niet toch? En dat is een beetje gaan gebeuren dat je misschien van poko. Omdat, pas misschien hoor je gang, dan misschien tak, PDND, mijn ego, maar PMD, mijn wabruya. Yeah. Is dat niet toch? Yeah. Maar aan het moment dat de mensen zeggen, hey, dat maar hoe de drapen, aan mij vinden we een boom, dan heb je iedereen. Mm-hmm. Iedereen die je niet support, die je niet gun, die wel daar komt. En dat na Apoku. Is dat niet toch? Ik zeg niet dat, hoor je gang, no hoi gri hoi gri. Ik bedoel meer van dat, if mij na je etiket, mek mij na je etiket. If je etiket drapen, hoor je na de mafie drapen, no kompe mij de, want mij ne kompe je de. Ja. Is dat niet toch? Allemaal is boze oma nefa. Mm-hmm. No kombo moe in mi vrouw, minanga mi vrouw relatie, hoor je gang. Mm-hmm. No kombo moe in minanga mi bent relatie, hoor je gang. Ja, is dat niet toch? Dat na poko. Het is geen, dit na niemand, is dat niet toch? Eigenlijk wel, maar. Het is meer een woord toe naar jezelf. Temi kies mijn bos kopen, dat toch? Misap tak temi meeting, boem voors ma, meeting ook toe. Zab je toch? En dat na apos poko sang, mi be wangi asma sami wang, mek apoku doro en apoku doro. Tak ey, tana you say, mek mi doen na mi, mek mi tana mi si wat, pay you ego min ego. Zab je toch? Dan no kom pay me de, dat na holy you gang. Je maakt me mee eigenlijk Ilas, want je hebt het over gunning en al dat soort dingen. Dat Ilas Matti, waar je lobby's voor had. Alleen omdat je Damaru bent geworden. Genoeg. Mensen waar je echt lobby voor had. Genoeg. Ja, genoeg. En dat had hij wel, want Ino kreeg een vrouw. Ette. Maar dat had hij wel zodanig dat bijna je een traan ervoor kon laten. Van boy, man dat? Ook niet, maar... Motegi, de laatste, we gaan dieper gaan, broer. Dat kan aan me. Het kan hier. De Motegi toch, een echte mannen huilen niet. Is dat niet toch? Ja. Maar ik geloof wel dat altijd van moment ook komt, wanneer je bepaalde dingen gaat beseffen, je ayolo watra. Ja toch? Ja. En met takke bakken nogmaals, met dat, min ati no broek of min no kregi, min no kri. Ik krijg je vrouw eten, wil zeggen, maar als je niet huilt, word je wel boos. Yeah. Is dat niet toch? Mm-hmm. En als je boos bent, is het meestal van degene waarvan je houdt, doe aan zijn, staat in de lobby. Ah, is dat niet toch? Dat is wel heel vaak gebeurd. En ik ga ook niet hier zijn, want ik nog aan dat accredit, aan doe aan zijn. Ja, oké. Ze had je. Ze had me, ze had me kreeg. Dat ook niet. Nee. Is dat niet toch? Maar wat, ik heb. Nooit zo vaak in mijn leven gehuild als de laatste 2 jaren. En dan hoe dat gebeurd is, ik ben gaan beseffen wie de mens is. Yeah. Ja toch, kijk in het buitenland, ik heb een neef, is dat niet toch? Een shout-out naar Vivi. Mm-hmm. Hij zegt me altijd, Amang altijd is zin een foto gimme voor Nipsey.
nang amasa kir nipsi. Nipsi hasa. Oh ya ya. Altijd, altijd amai sinegi. Amatak ineyere, ineyere nang amati, ineyere nang amati. Tanganu omdat minawa tanga yes boy. Ja toch? Mijn moeder zelf vindt altijd je praat stoer. Is dat binnen? Maar het gaat niet om stoer. Soms zet je. Ik denk amoro emotioneel, maar zijn als je kreeft is man amoro saf atimang. Is dat binnen? Maar de afgelopen 2 jaar. Veel teleurstellingen, hè? Nee, ja. Voor libisma. Ja, voor de mens. Die komen zeggen voor kwaadaardig de mens kan zijn. Is dat binnen? 2 jaar geleden, broer. Gewoon tijdens mijn optreden, mijn zingen. Gewoon mijn stengwe. Ik dacht, ik ben vermoeid. Ik ben vermoeid. Oververmoeid. Oververmoeid. Want ik ben gewend toch. Aye. Van december dat ik mijn zingen. dat we, in december was 35 play. Aye. Want je play alle die en kan de 1 die 2 play. Aye. Ik sta 35 schreef. Dus. Dan is het schors. Maar, broer, mijn rust uit, toch te mijn trio, mijn sting ik weer. Ik ga naar de KNO-arts. Ik ben allemaal, ik ben naar 4 gegaan in Suriname, niks, alles goed. Ik ben naar Nederland gegaan, alles goed. Maar het werd steeds erger met mijn stem. Erger. En ik vind dat net toch, we dringen. Ayeye. Swaye kare. A ingi watra. Shetok dang una kondre boy, una para boy usape mopo dang. Yo chakama anders. Isabito. En ik had mi altijd be wakafa, ik doe niemand kwaad. Niemand heeft 10 schoenen vingers en dat heb ik ook niet. Isabito. Ik ben niet perfect, maar ik ben wel zeker van dat ik niemand kwaad doet. Als God de boma straf me, dan God ook straf me, die de vrouw zal me de ailo watra. Is dat toch? Maar toch daarnaast me proberen voor compenseren met een goede vader zijn of een goede man zijn. Maar mensen kwaad doen, heb ik voor mezelf wat ik weet nooit gedaan. En dan kom je er plotseling achter van, het is meer dan dat je denkt. Wat je nu meemaakt is niet medisch. En dan kan je. Ik was maar waarom kon je? Ik attack dat, maar me wat tegen je, ask me, pemikri, dan met je gewoon. Die afgelopen 2 jaar. Ik verstaan van nou, dit is niet. Ja toch? We hebben zo mooi gesproken over mijn succes. Yeah. Hoe ik ben begonnen, een lange passie met dat succes, en dan maak je dit plotseling mee. Precies die. Aan het moment dat hij me barstte. Nee, maar vind me jongen. En ik van mis doen, ja, ga ik ook zeggen, ik ben nog niet 100% de oude. Oh, ernstig. 100 is, ik praat niet over recent. Is maar ik denk het, ja, nu met dat gewoon, met dat puur. Ik heb de afgelopen 6 maanden een break genomen. Hopende van, herstel, maar ik ben nog. Niet waar je hoort te zijn. Toch, maar, broer. Die dat met me gewoon, dat je beseft wie de mens kan zijn. Yeah. Is dat je toch? En dat als je moet horen van, is iemand dichtbij zijn joh, die met je bezig is. Dan doet het je wel wat. Is dat je toch? Ik ben laatst 37 geworden, ik heb mezelf ook beloofd, ik wil geen feest. Totdat ik de amang, Samu, totdat ik de oude ben. Is dat je toch? Ik had toen gehoopt dat ik met pas 37 ben gegaan, duwen. Nieuwe leven in, sabi toch maar. Ik heb nog steeds te kampen met een zieke stem. Ja toch? Je mensen tegen drink honing, drink alles aan. Je probeert in alibi. Sami, probeer alles aan, Sami ben man probeer niets. Ik dacht ook, ik zei ook altijd, waarom zou ik naar de logopedist moeten gaan? Dus aan jou baka aan jou aanu, maar na asan atulf jou. Asan, wat daar maar om. Asan, Sami wapen. Ay, maar Mika Taki is een strijd en het is nog geen einde voor een strijd. Is dat toch? Maar dat zijn wel meer momenten. Zang. Ik heb nooit eerder zo vaak gehuild in mijn leven gewoon. Is dat toch? Puurlijk, ik zang. Hoe heb ik dit laten gebeuren? Terwijl toch altijd Minoamang. Ay, toch.
Ja, toch altijd min of meer voorzichtig. Je denkt dat iedereen toezicht vrij aan man? Mati. Daarom is mijn ma, is je vijf zien holy you gang. Misschien aan de alamati. Timmy put de zand aan mijn vidi, dan misstaat mijn tijd. Zo Maria zingt de zand. Zo Maria zingt de zand. Sabido. Want in een woord, in een woord. Ja toch, maar ik van mijn tijd, je pokoe man, samen vieren dat aan mij zingen, maar voor liefde na. Samen zingen is moeilijk. Want je gaat je altijd neutraal moeten. Opstellen naar iedereen toe. Ondanks is dat in een vertrouwen man die zegt, ja biefde, want als iedereen nou een principe naar een openbare gelegenheid op play poko, als zijn maas aan de lobby, zij is aan de lobby, met plezier, de drapen, is dat toch? En dat na een strijd zang, damaru de nuno de. Ik zou eigenlijk 2 weken geleden al mijn album moeten launchen, maar steeds meer stel aan me uit, omdat ik denk van, zij hebben mijn pote cadeau, ik wil maar zien de poko. Is dat toch? Ja. Ik treed nu wel op, maar op een laag beetje. Voor mensen gaan ze vanuit, maar Sam Biggie Fassi Damaruko kiezen. Mm, ik kan niet meer 35 keer in een maand. Ja, kan ik voor nu man. Niet meer. Ja. En daarom, mensen naar Biggie Fassi, vooral mijn mensen. Hè. De massa Tanangami, is dat toch? Sang. Wie zijn je mensen? Mijn kinderen. Uh-huh. Is dat toch? Vrouw. Mijn bandleden, mijn moeder. Ja. Een vrouw Chipe kreeg. Ja. Dat doro. Dat doro, ik ben een doro. In een kreeg maar eng. Nee. Maar een oriubaka die kreeg. Ja, zeker. Toch? En dat is ook belangrijker. Zeker. En dat zei ik toch dan, uiteindelijk toch me door een moment. Is dat naar jouw gang? Biggie man, zei beding van, hey no, ik ben een man. Het aan noem je een man, maar. Ze zeggen echte mannen huilen niet. Mimi, een pis op op. Toch me veel aan messen stik. Ja. Is dat niet toch, maar. Maar volwassen mannen huilen, hè? Ja. Dat het niet kreeg is, hè? Ja. Maar volwassen mannen huilen. Jawel, maar ik geef het toch over die momenten in mijn libisamika dat echt. Me kreeg. Is dat niet toch? Puur gewoon voor me denk van, is dit einde Damaru? Ja. Is dat niet toch? Waarvoor je vanaf 19 jaar hebt gehosseld, gerend, met moeite. Ja. Soms niet slapen. Ja, en ik vind het heel jammer, hè? In Amerika. In Amerika zei ze nog dat ik de rappers kiezen schreef puur gewoon om jaloezie. Maar in Suriname kan je zeggen dat mij wist ernstig. Ja, ne? Wist mijn lijn is dan. Ja, toch? Maar ik heb Sam nog maar verstand. Waarom je die energie niet in jezelf steekt om jezelf vooruit te brengen, maar je gaat energie steken voor jou, want Raman Kabaka. Dat is normaal. Dat is logica. Ja, zelf die vragen, zijn vragen zijn. Momenten zijn midden stil, kom je me op van, maar waarom? Ja. Waarom? Wat gaat het je doen? Ik zorg dat ik me niet doe. Maar je bent nou een cultuur, man. Ik ben het gaan leren, ik moet eerlijk zijn. Nu word je gedwongen om het te leren. Ja, je moet jezelf beschermen, toch? Ja, ik ben het gaan leren. Ik ben een gelovig mens. Is dat weer toch? Volgens mij was Ribi altijd met Biggie. Ja toch? Belangrijk. Maar ik kan leren moro voor communiceren en dan ga stel misschien moro open die gado. Meer ga communiceren. Is dat weer toch? En ik communiceer boem voeren naar een man. Is dat weer toch wat ik wil? En wat man leert me toch? Je moet vragen. Mijn actie van persoonlijk zijn. Wat van de lezen die je tek aan een man? Een big man. Ik kreeg. Dat is vaak. Is je toch? Ik heb momenten zelf gehad voor. Eigenlijk niet bij een give up van een gado. Ja, zijde. Besta je er wel? Zeg je toch? Want mijn actie, zeg je toch? Mijn actie ook toen vergevenis. Ik zoek af het eerst naar mijn schrijf van hé, ik had niet doen als een verkeerd dat mijn actie vergevenis, maar dan poer me uit dit. Is dat toch, broer? Ik ben zwaar depressief geweest. Is dat toch? Ik heb momenten gehad,
Ik deed op het podium, openlijk met je collega's. Ik fluister ook onderling van de mensen dat ik Arka maar steek. Is dat weer dat? Ik denk, Sam? Ja. Is dat weer dat? Dan. Dat soort dingen, bakken optreden. Ik doe je wat ze niet. Ja, ja, ja. Ik heb ook play wat optreden. Bakken tweede, optreden wat meteen helemaal van ben. Hé, ofzo hè. Is dat weer dat? Ook toepen met play tegen Luca Bentje, je hebt angst in alle de man van. Hé, Sam. Oh, Haling. Oh, Haling zie je. Ah, is dat weer dat? Ik ben niet zo iemand die. Ik ben bij play. Wie is me er bezig meer? Bram, dat op podium, maar nu ben je met een soort feest. Ik ben niet zo en ik wil niet zo blijven. Is dat weer dat? Maar, nogmaals. Ik geloof wel dat ik eruit kom. Ja, toch? En ik heb niemand kwaad gedaan. En degene die ermee bezig is, met dat ik me liep alles in Gado Anu. Maluku, Damaru nou een legend. Ik snap dat hoe snel voor mij meme aan mijn lossen. Maar dat wil ik vragen. En daarom zeg ik Damaru is een legend. Die heeft me. Volgens mij is niet daarom. Maar ik denk zelf. Dat soort dingen hebben we vandaag de dag gemaakt dat dit mij overkomen is. Sam. Tema tak, Damaru, you know a legend, you know a this, you know a that. Is dat toch? Niet iedereen heeft dat in dank genomen. Zo puur tak de man lopen, trauma doen, baka. Is dat toch? En vandaar dat ik ook zeg van hey. Bepaalde bieden. Maar ik kwetsbaar die wel ograi en negatief zijn. No, dat dacht ik van hey, mijn bedden stroom, mijn bedden Terminator. Ah. Ja, ik ben 17 jaar in de game. Mijn dochtertje wordt 16 morgen. Gisami schreef me roze. De laatste 2 jaar mijn op te kampen en gaan dat. Pim ik op mijn bribi moro in mijn cultuur. Van hey, wat gaat dat de? Maar je hebt ook toe agro weer. Is dat niet? No. Want ja. Gado de en. Ja. Sorry. Je agro weer. Sorry. Isaac Menso, want ik me pokoepen. Isaac Menso, corrigeer me. Oh, Amma tak, inop tak gado, nang inop tak kulturu. Na wang. Ja. Na wang. Ja. Maar, mi be pot a ifo weg no bede. Mi be pot emoro go na se ifo. Ey. Na wang trasa. Ay, go tap mi kindi begi gado maar, futak ey. De groep Wiri, altijd in gebruik die tamboen voor je skin. Is dat toch? Dat weer niet, is dat toch? Dank je daarvoor, Isaac Menso. Hij persoonlijk gebeld van broer. Is dat even meer dan wat tegen altijd, maar zand dat in op takken nooit moro. Is dat toch? En dat zijn. We proberen allemaal God te bereiken. Dat zijn dingen in mijn leven geweest, zang. Nu zijn we tak wat van echt, jongen. Go mis. Maar sambe wan ax desma, daarom mitak usnelanga memes anga del sotsani. En mitak damaruna wan legend. En if yera man taki en die oprechtheid, nam tak begaman tu. Sabi toch? Aangezien zo mens ma e arki eluku, if you fieri, begigi damaru. Ik ga maar stinken, kom baka snel op het niveau. Ja, maar het gaat me goed doen. Dat is ook de reden, zei de. De love messengers nog op tour, ja, dit is ook toe. Isabi toch kring, misstel maar uit, steeds van hey, we go, dan weer niet. Isabi toch, maar het is nog niet, ik ben nog niet waar ik weer moet zijn qua mijn gezondheid. Maar moest Mickey onzeker? Ik 100%. Nooit die mixen aan zijn mee in de hele jaren. 100%. En, ook om boem. Als aan dat, boy. Ja. Yeah. Ik heb. Momenten daarom, te wan man tak aan man depressief no shelek kik. Ay, no shelek kik. Nou was waar we niet over praten tot depressie. Nou was ernstig zijn. No shelek kik. Ik heb daarom ook een pokoe met papa sa ne therapie pe me sing to tak ey. Oh no, maar dat doen. Ome man, ik kie des refi om lobby. Is dat bito? Maar liefde is niet altijd van man naar vrouw, man naar man, vrouw naar vrouw, maar ook de liefde voor jezelf. Zelfliefde is een topic en, die heel vaak hier voorbij komt. Ik denk dat ik daarin ben gefaald. Allo biggie misreven. Tegenover jezelf? Ay, ik heb altijd meer klaargestaan voor mensen om me heen, maar voor mezelf heb ik die tijd maar dan is nooit deze gemaakt. Dan is deze periode die je meemaakt in deze afgelopen 2 jaar een goed moment 100, om dat in te halen. 100. Vandaar dat ik hier toe taki, mijn kisa kans voor kreeg of van oma's mijn broer kom ik uit. Puur gewoon in 17 jaar lang nooit kerstnachtmiddag of zo. Ja.
Dit is in Suriname de met dit Afrans-Guyana. Nou, peaceful make thing, give you srefi. Zo aan money. Wat je wilt. Je wilt het geld toch? Je wilt iedereen onderhouden. Je wilt klaarstaan voor de man actie. Doe een beroep naar het apoe. Is dat je toch? En ik denk precies drapen. Wat moment ik kon last met srefi. En ik probeer nu weer te komen achter die man. Sami Sabmi Bewande. Als je is met Shiva afgelopen 2 jaar. Je Luki Libi. Is doorrustig, Luki Libi van hé. En dan kom je achter dit soort dingen van boy, ik heb niet goed voor mezelf gezorgd. Boy. Ja man, de liefde. Met alle goede bedoelingen dat ik er voor iedereen wil zijn, ja. Maar ik ben er niet ja, voor dama. Ik heb iedereen om me heen liefde gegeven. Iedereen. Ah, ja. Iedereen. Het is met aan iedereen. Ja. Naar iedereen, maar. A lobby gimmies Revi. Ja. Altijd met aan het kan wachten. Ja. Mm-hmm. Altijd. Mm-hmm. Missa alle restaurants en ik kon niet. Mijn safari is misreef stop dan met me gooien. Puur gewoon omdat altijd mijn op optreden. Altijd mijn doe als maar een pleziertje. Is dat toch? Maar nooit mijn mekating. Die misreef. Is dat toch? Het is pas vorig jaar, ik ga Holland, dan mijn trio op. Nee. Lockdown tijd. Na de eerste lezing, Sam ik ga Holland. Dan mijn trio op. Alle lezing, Sam ik ga naar Holland. Puur voor optredens. Ah, ja. Is dat je toch? Dus al dat soort dingen is dat je denkt dat ik met mijn fouten kom met mijn leven. Ja. Nou, Melo, ben dat je dit zo shared, is dat je toch? Met deze massa bij toe. Nou, is jouw story, maar. Ja, het is. Ik heb ook geleerd, hè. If you know furu, is dat je toch? Inom geen voet praat bepaalde zijn. So, omdat soms je nog zo'n PIPD. Ja toch? Soms is want kadena, je naam aan zou moest je me of je naam aan moest je me kotak brood, dat draap je IMD. Sabi toch? Maar dit is de reden, zei de mijn lang verwachte albums nog niet zijn uitgekomen en dat ik ook minder optreed. We hebben het vooral gehad over Damaru de zanger, maar je nou een heer businessman toe. Ja. DTV, mijn man. Yes. Nou, wat je ook hier hebt gedropt in Suriname. Ja. Milo ben Valk. Thank you. Want we denken, je bent king of the love songs. Maar voor waar komt die business mind, mijn man? Ik had een periode in Suriname waar ik zwaar werd geboycott op de media. Ernstig? Mijn muziek werd eigenlijk niet eens afgedraaid door een groep omroepers. Maar waarom? Na een misgunning, zei je. Ja, ik denk, ja, meer okay. Misgunnerij en of Damaru is geweest. Ja, ze zijn hier gewoon geneigd voor bepaalde dingen. Ja. Ja, toch? Oké. Okay. Ja, in Suriname, de bang, de gewoon geneigd voor tak, hey, no. Jubersa, Amanda, I know. Jubersa, is dat niet toch? En dat heb ik een lange periode gehad. Want je had dan één groep mensen, ze hebben orga. Mm-hmm. Ja, toch? En de man dat bij Orga en die man zat ook op de radio, dus dan de man dat bij Forum was het klik. En toen heb ik gezegd, broer, ik ga ervoor moeten zorgen dat ik toch gezien of gehoord word. Mm-hmm. Ik dacht toen aan een radiostation. Mm-hmm. Ik bel, informeer en ik denk van nou, dat gaat me te duur kosten. Ja toch? En tv ook. Mm-hmm. En dan Matief meteen mee, doe gewoon online. En die man had 1000% gelijk, want we leven in 2023, tak radio ja. TV-tori. En toen ik besef van, hé, hey, online. Maar ik denk van, nou, ik ga gewoon online naar mijn telefoon. Mm-hmm. Ik ga broadcast online. Mm-hmm. En zo ben ik gaan investeren in apparatuur om te broadcasten. Aye. Ik ben eerst begonnen met een studio, dat mijn Majari. Mm-hmm. En pakken dat nu. Zij was zo goed bezig dat ik een unit kan huren. Ah, ja. Is dat toch? En ik kan nu ervoor zorgen dat ik gezien en gehoord word. Yeah. En dan en toch nog die me begin, in het begin aan entertainment. Want ik wist van, hey, als ik met entertainment zou beginnen, zelfs dat zouden ze niet gunnen. Ze gaan niet kijken.
Laat me beginnen met actualiteiten. Laat me eerst wat voor het volk doen. Want er is veel manipulatie hier op de media. Als je steenvoeren aan de meeste mediahuizen, ja, abi politiek in de man. Maar ze kijken. Het is heel erg politiek gekleurd hier. En als ze vlakken dat, de man bij wat poot gimme. Want in het begin. No amano besabi gisang at day besdong de mabitak na DC want da maru is the NDP dus die day start for DC voters sa TV sabi da mi lib des ma but this my first na tuning e bigang awa day to no iya to and mi lob eluk mi lob jugu en mi lob bowes artikel over gestel ik laat eerst negatief op afkomen en dan ga ik mogia contra van no ano so en pas na 2 jaar die uit op 2 jaar mi meke bekend van the day start for Damaru TV. Ah, ja. Ja toch, maar intussen hadden we al 100.000 followers op Facebook. Mm-hmm. Ja, toch? En zo aan Bigel Lolo. DTV, a filosofie voor DTV is nieuws puur brengen. Geen manipulatie. Sami Fangaja, Tamaba, binnen een uur, I'm go direct op Facebook. Dat na Apollosi, ja, ik heb dat zo een beetje gekopieerd van Pau of Wow, van de maf Hollanding. Minus Sabi, Pau. Ik snap Gilly's love line. Oké, sorry. Maar gewoon van, hey, doe je tori, hij pot drapen. De journalisten, mij best op ook te van, hey. Oh, pound. Juist. Sabi toch? Okay. Maar dat lastig. Dat me take it to so chakong in mijn model konasranang. En dat is DTV exclusief gemaakt. En zelfs daarin, bekende journalisten schreven heel wat op Facebook van, wat gebeurt er nu in Suriname? Mensen gaan live op TV en noemen zichzelf al een TV-station en noemen zichzelf een journalist. Tegenwoordig. De salesman dat schreef, mop of cable go naar online TV. Snap je toch? Ik ben in mijn mind toch altijd voor geweest. Dan kom ik weer op topnotch. Toen ik tegen Kees zei, Kees, na Yunami en na Tuintje mijn hart wil ik een album uitbrengen, gewoon Damaru. Zei van nee. Al die poko's van een traan hebben we opnieuw uitgebracht. Alasrana poko, alasrana pisi. Die man maakt me kon terug in Nederlands. Maar als ik vandaag aan de dag zie wat de Surinaamse artiesten doen in het Oukans, dan denk ik van abo had me. If we go door in Sankees bij one of me. Snap je toch? En kort daarna tekent hij toch Kenny B. Die voor mij alleen maar Oukans zong. Klopt, ja. Dat zou me echt pijn doen. Vandaar dat ik zeg van. Ik ben blij dat ik me toch niet heb laten gaan jezelf hebt met alles wat Kees me heeft voorgehouden. Ja. Want 80% van alles wat ik heb gedaan waren op advies van hem. Iedereen die hij me toen de tijd heeft aangewezen, was op advies van hem. Uiteindelijk hadden diezelfde gasten geen know-how. Ja. Hele management was door Kees de Koning aangewezen, wat hij vond van... Ik zou me liever thuis voelen met een management van Surinamers of Nederlanders met Surinaamse afkomst. Uiteindelijk is het precies daarom is gegaan. Maar dan DTV, want dat is bijzonder. Het is succesvol, het is een ding in de samenleving hier, zie ik. Ja, ons nieuws is puur. Maar props voor je visie, man. Ja. Visie? Weer. Ja, toch. En dit keer met de eigen nieuwsactualiteiten. Ja. En haat wordt dus op jou gegooid door oude mensen die oude dingen doen. Ja. Disrespect tegen radio en tv, maar... Maar online. Diezelfde mensen gaan nu allemaal live op een Facebook. Ze doen hetzelfde. Ja, en waarvoor DTV nu gezorgd heeft, is dat je niet meer op 6 uur journaal moet wachten. Om te horen wat er om te horen. Als er iets nu gebeurt, zijn we nu live. Ja, toch? En geloof me, ons telefoon gaat eenmaal 24 uur over van mensen. Met tips. Wij maken keuze. Wij maken keuze van dit niet, daar niet. Daarvoor hebben we nog geen ruimte meer. Dus je draait morgen de... Ik praat voor mezelf, hè. Ik praat niet namens Damaru. Maar je draait morgen de... hoe noem je dat? Die traditionele...
Surinaamse nieuwszenders die allemaal politiek gekleurd zijn, by the way? Ik zou zeggen dat mijn nieuws, ik ook kies me eerder dan dat ik me neem. Ik krijg dan wel op heel veel dingen voorkeur. Van hieruit ook een shout-out naar heer TTV Crew, Gerald and the boys, big up. Ja man, zeker. Doop, ik zie het ook. I love the movement. Ik denk, na damadape. Tof, tof. Maar dan, wat nu? Nieuwsactualiteiten. Je bent bezig met je stem die weer gaat komen. Ja, zeker. Wat zie je voor jezelf nu met deze mentaliteit? Ben je steeds jezelf herontdekt? Laat me het ook meegeven. Ik van me tegen Yunami Engel, tuintje in mijn hart. Zelf na tuintje in mijn hart zeiden ze ook, het is een eendaagse vlieg. Is dat weer toch? En wat men ook moet weten, ik heb toen ook geschreven voor Gerard Joling en Jadino. Daarvoor heb ik ook platina gekregen. Ik weet niet of het een bewuste keuze van Topnotch geweest is om dat ook gewoon beperkt te houden. Dat niemand het wist, dat het echt gewoon een pokoe van mij is geweest. En op advies van management van Jan Smit die mij gevraagd heeft om die pokoe alleen voor Gerard Joling te laten. En uiteindelijk heeft hij toch met Jadino heeft gezongen. Want heel veel mensen hebben ook gevraagd van maar, waarom heb jij het niet met Gerard Joling gezongen? Dat was wel de bedoeling. Ik werd gebeld door. En wat ik ook heb, broer. Als ik achter met me zit rangen, heeft mijn tak een apassidisme wakker. Ik was met mijn manager toen de tijd, José da Silva, ook een shout-out naar die man. Nou, Deen Ahoy, dan met Gerard Jolings. Gerard Jolings tegen me, hey, is deze man die man van onze zomerhit? Wanneer gaan wij wat samen doen? Ja, ik zeg, is goed, komt goed. Ik heb die man een pokoe gestuurd. Diezelfde pokoe had ik toen de tijd ook voor Furadi, naar Furadi gemaild. Maar hun vonden het niets. Ik heb het toen naar Gerard Joling gestuurd. Na 3 maanden heb ik mail ontvangen van, hey, mijn pokoe is door de screening heen. Gerard Joling wil het met jou zingen. En daarna werd aan mij gevraagd of ik die pokoe toch kon laten voor Gerard Joling alleen. Ja. En dat was weer voor mij nog een moment om weer te denken van, maar waarom altijd? Waarom altijd? Is dat weer toch? Ja. Toen dacht ik aan, hey, R. Kelly schreef, You Are Not Alone, voor onder andere. Ja, dus kom je, ik dat lik. Kom je, ik dat lik me credit van, hey, me schreef een poko. Maar toen die poko platina werd, kreeg de schrijver niet deze platina. Ik heb mijn platina pas na 6 jaar of zo gekregen en daarvoor heeft Campy gezorgd. Maar ik vind dat money. Jawel, ik heb een redelijke Buma stemra. En dat is ook mijn geluk dat volgens mij teken naar Topnotch, Helen King Chamigo schreef me in naar Buma stemra. Oké. Want als ik zelf dat had gelaten om hun het voor mij te laten doen, dan was ik de lul. Ja, dan had je alles ingeleverd. Ja, maar als succes. Iedere man zei me poko, waar kan maar. Als succesvol tuintje in mijn hart, zorg goed dat ik me opwang redelijke Buma. Ja, redelijke Buma. Met de hoge koers dan zit ik goed. Maar het is natuurlijk niet meer die Buma van die uit 2009. Nee. En toen de tijd, die ik toen wist ik niet van dat soort dingen er bestaan. Ja. Van hey, schrijf je pokoe in naar Buma stemra. Dan kan je toch genieten van je Buma te. Dus eigenlijk ik ben wat make the man doing. A record label. Nee, ik wist niet eens dat het bestond, maar Helen King betekent me van, hey, je moet je pokoes gaan inschrijven bij Buma stemra. En kort daarna kees actie mee, maar fuck up met Buma. Daardoor eet je nog steeds op Mirozo. Ja. En ik sta er nog steeds versteld van hoeveel ik nog kreeg voor. Het is niet van 2009, maar het is nog steeds van, zoveel jaar voor verder? Ja, voor op pokoe zang de. Leuk. 17 jaar oud. Is dat niet toch? Ja, man, dat wel. En dat motiveert me. Gewoon voetak, hey, gado, etewang gewoon. Die wang laatste wang gewoon. Dami boom. Ja, precies zo wang. Een model dat. Ja, dami boom gewoon. Is dat niet toch? Ja. En daarom, wanneer men dingen zegt of over me,
over me zegt, dan ben ik altijd kalm, ik weet het beter. Yeah. En met degene waarmee ik zaak, de banken, de DSB-bank, ze zien me vaker, ze zien me elke maand, soms elke week. Nee. Ze hun weten, hun weten, zijn aan mijn inkomsten gewoon. En dat komt puur door... Goedemiddag meneer Damaru. Mijn succes. Aye. Voetuintje mijn hart, voornamelijk. Ja, 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 ja. Yes. No, no. Met alles, met het stem, het tijdelijke stemverlies, ja. Dat is zo. Ja. Beginnen als iemand die gewoon muziek wil maken en de muziekindustrie leren kennen van een boeie teef. Ook een dirty kant. Toch nog steeds zeg je, misschien tegen iemand die denkt van, ik wil ook muziek gaan maken, het is de moeite waard. 100%. 100%. 100%. 100%. Ik zeg wel, altijd muziek is een keus, maar nog geen zekerheid. Ah, ja. Dat wel. Mm-hmm. Ik kan het van je naam pokoeman, is dat weet je? Ja, ja. Ik krijg dagelijks mail van artiesten, dat ik dan maar om, want ik kan een label vinden. Is dat weet je? Hey, man. Ik heb geen wonderstok, joh. Ah, ja. Is dat weet je? Oude, het is een combinatie van hard werken en een klein beetje geluk. Ah, ja. Is dat weet je? Mm-hmm. En iedereen zei je kari favoriete artiest, is die er. Zo is hij er succesvol. Mm-hmm. Ik geniet het voor succesvol muziek. Is dat toch? Omdat het is een long road. Is dat toch? Lucky to baby zingen, moet je banden zingen, het is een long road to freedom. Ja, toch? Je gaat heel veel moeten doen om succesvol te blijven en te kunnen profiteren van muziek. Kijk, nu hebben we het ietsje makkelijker gemaakt voor de Surinaamse artiesten, Spotify. Mm-hmm. Dus nu, ondanks op dit bescherm, toch ik kan verdienen op Spotify. Ah, nee. Is dat beter? En ik denk stiekem ook dat if auteursrechten kon instaan naar alle radiostation, naar een tv-station in failliet. Kaba. Ja, ik denk dat ze dat ook weten en dat ook de reden is waarom ze er niet achter vechten. Alle demons, alles. Sabi misgenu en misgenu tangen. Allemaal naar slapen. En ik weet dat Athene dat ook kon. En ik weet ook dat ze het weten. Dat ze ook stiekem ook al aan het inpakken zijn van, hey, want het gaat niet zo blijven. Ah, ja. Ja toch, het gaat niet zo blijven. Ja, 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 ja. Ja, ze draaien zo weinig muziek. Ze draaien zo weinig Surinaams muziek af. Ja. En juist afvoer buitenlands muziek zou dit draaien, om ik de failliet moren snel. Ja, ja, ja. En ook toen ik op begin draaien Surinaams muziek te Oesa Orden, is het toch hetzelfde, want het is één lijn. Zang de eigen opbouw Oost-Duitsrechten. Maar ik weet het gewoon van, hey, het gaat niet zo blijven met de Surinaamse artiesten. Mm-hmm. Vandaar dat ik zeg, als we takkie zouden betakkie, pokoemang na pensioen. Wat nou aan zei? Want boem pokoemang, a pensioen wel in Suriname nu. Mm-hmm. Ja toch? Mm-hmm. En daarom, bezoeking. Ik wil nog steeds muziek maken, ik wil nog steeds nog een hitje. Ik denk, die ene. De beste manier voor mij pokoe snel naar muziek. Ja. Voor mij money snel naar muziek. Naar muziek. Er is niks anders, hij kan make money zo snel dan muziek. Ja. Maar het gaat gepaard met een beetje geluk. Ja, en discipline en discipline en work. Rein geweten. Is dat je in kring toe, in de wakkerman? Ja. Want de meeste mannen kringen mee, play op een bijkracht. En dan duurt het, lijkt het net of het succesvol is, maar dan duurt het kort. Ja, van korte duur. Ja, maar ik ben nu 17 jaar bezig. Mm-hmm. Ja, man. Tamaru, mijn breedte kom, de liefde voor muziek. De teleurstelling in muziek, zelf, liefde, depressie, allemaal belangrijke dingen en dingen die we ook hier behandelen in Gilly's Love Line. Hey, ik zie jou graag bij de volgende date. En zoals ik altijd zeg, kan de Ika gebruiken die een nieuw hit. If it ain't about love, it ain't about nothing. Yeah.